Zo. Die moest er even uit, want ik ga het laatste lamineerwerk doen. Of tenminste, ik weet helemaal niet of het het laatste is. Ik ga verder lamineren aan de Hoovercraft. Ik moet een aantal plekken moet ik nog even opnieuw doen. Zoals hieronder bijvoorbeeld heb ik wat dingetjes weggeschuurd. Dus daar moet nog één laagje overheen. En ik wil met name ook de duct hier versterken. Zodat die gewoon echt heel goed vast zit. Hij zit nu wel goed vast. Maar nog niet heel goed vast. Deze hele stap had ik echt even onderschat. Ik had gedacht als de glasvezel er helemaal op zit met de polyester, dan hoef ik het daarna alleen nog maar even een beetje te schuren, kleurtje erop, klaar. Dat is niet zo. Er zijn echt een heleboel plekjes waar een beetje een deukje zit of waar wat oneffenheden zitten die ik even moet wegwerken of waar met het lamineren net een bel is ontstaan, dus dat moet er even weer af. En dan moet er weer een nieuw glasvezel overheen. En ik ben nog allemaal dingen aan het toevoegen ook, zoals deze, hier, daar en daar. Daar kan straks het veiligheidsrooster op. Maar daar kan ik straks ook de motor aan bevestigen, of de propeller. Dat die altijd samen met de duct beweegt, mocht die gaan bewegen. Dus ik heb hier nu met kit gewoon aluminium plaatjes opgemaakt. En dan ga ik straks nog een keertje met glasvezel eroverheen om dit echt daadwerkelijk hier aan vast te maken. Daar en daar ook, want ja, dit gaat natuurlijk niet blijven zitten. Dus we kunnen nog wel even aan de slag. Lamineren, een beetje overal kleine stukjes en dan nog heel veel schuren. Dat zit er allemaal op. Ik heb hier nog een laagje gegeven in de hoop een beetje die structuur af te vlakken. Hier een mooie glasvezel in. Dat zit er allemaal op. Ideaal. En ik heb ook nog daar in de vloer één extra laag gegeven. Daar zit toch de motor en alles op vast en ja, het voelt beter met die extra laag. Vast niet nodig, maar ja, ik heb het nog liggen en het zat er zo op. Ideaal. Maar, ik ga nu deze, hij is nog niet helemaal droog, even naar buiten rijden, zodat ik de tent hier even kan schoonmaken. Want ik ga aan mijn staalrek beginnen. Niet zo'n heel groot project, maar het moet wel even gebeuren. Ik ga daar aan de muur een staalrek maken. Eigenlijk hetzelfde als in mijn oude werkplaats, maar dan net even wat groter, dat er meer in kan. Die ga ik lassen, dus ja. Dat moet sowieso allemaal even schoon. Dat moet schoon. Maar het is natuurlijk ook wel zo veilig als ik de vloer even schoonmaak. Dus aan de slag. Deze. En dat gaat veel erger worden. Voor de hele korte stukken, alles om een meter en korte, dat kan hier achterin. Maar voor het lange heb ik nog niks. Dus het idee is dat er hier zo, langs de wand, een materiaalrek gaat komen. Waar stukken vanaf ongeveer 1,5 meter tot aan, nou ja, wat is het, een meter of 5 hierin passen. Niet al het materiaal is natuurlijk dezelfde lengte. En aangezien ik het meeste materiaal met de auto hierheen breng, zal de maximale lengte zo'n 3 meter zijn. En daar rek ik het al best wel. Dus mijn plan is om aan de ene kant van de werkplaats 2 van de frames iets verder van elkaar af te plaatsen voor de wat langere stukken. En aan de achterin, daar ga ik 2 frames wat dichter bij elkaar plakken, ophangen voor de wat kortere stukken.
moet je dit zien. Het materiaalrek hangt. Super chill. Dus nu is het alleen een kwestie van, ja, spullen erin. En dan is hopelijk deze hoek weer een beetje netter. En ik zit nu te denken om helemaal bovenin staal te gaan doen. Dan daaronder aluminium en ja, hout zal er eerst tussendoor komen. En de andere profielen en het wat kleinere spul, die komt helemaal onderin. En op die manier hoop ik het een beetje te verdelen. Plek gaan kiezen, want dit is niks. Een hele fijne upgrade dit. Het zou alleen kunnen lijken alsof het niet recht hangt, maar dat is niet zo. Tenminste, het hangt recht ten opzichte van de vloer. Ik heb alle maten vanaf de vloer opgemeten, want ik ben er wel eens achter gekomen dat de vloer is niet helemaal horizontaal, maar het plafond ook niet. Ik snap het ook niet, maar eerst ging ik altijd vanaf het plafond meten, waterpas, en dan hangt alles super scheef. Dus nu meet ik het vanaf de vloer. En ja, dat ding waar de deur in hangt, die zou je aannemen dat die recht is. Maar die is niet recht, die loopt een beetje af naar achter. Zodat de deur, als die open is, dat de deur mooi naar onder loopt. Dus dat zou kunnen zijn dat het lijkt alsof dit rek helemaal scheef hangt. Maar dat is dat bovenste ding, dat zie je ook. Daar is de ruimte heel klein en daar is de ruimte vrij groot. Het staalrek is natuurlijk allemaal mooi, maar er moet nog meer gebeuren, want die staat nog maar op ronde dagen. Oké, is geen probleem. Kom ik straks later op terug in de video. Maar eerst ga ik de elektronica van de Nerf Gun afmaken. Ik heb deze Trinket PSW, die hebben jullie al eerder gezien. We zijn er een stuk verder mee om die te ontwikkelen. Er zaten hier nog een paar foutjes in. Hebben we er gelukkig uit en de verbeterde versie zou bijna af moeten zijn. En dan ga ik ervan uit dat die goed is. Gaan we uitvoerig testen. En dan, nou ja, als we zeker weten dat die goed is, dan komt die in de store. Ik hou jullie op de hoogte. Maar ik moet nu dus hier simuleer ik twee knoppen. En hier dan de solenoid valve. Dit is gewoon even makkelijker om zo te testen. En ik ben aan het kijken hoe lang ik... ik moet die knoppen configureren en daarna ga ik kijken hoe lang die solenoid nou eigenlijk aan moet staan. Je wil hem niet te kort open hebben, want dan heb je niet genoeg power. Dat is nou helemaal zo. Maar ook niet te lang, want dan verdoe je heel veel lucht. Dus daar ben ik een beetje mee aan het zoeken van waar zit nou die balans. En dat moet ik zomaar eens even gaan testen gewoon. Tja, als je de ruimte hebt, dan vult het zichzelf ook op, zeggen ze altijd. Nou, niet helemaal vanzelf, maar ik ben wel gelijk even langs de ijzerhandel gereden. En klein voorraadje aluminium gehaald. Ik had nog een paar van deze nodig voor de hoeverkracht. Daar had ik te weinig van gekocht. Ik had de vorige keer gewoon wat gekocht met, het zal wel zat zijn. Was het niet. Dus ik had nog wat meer nodig. En ik heb ook wat andere dingetjes. Koker 1515, koker 2020. Een paar stukjes buis. En dat kan dus allemaal mooi daar in het rek. Kan ik weer even verder. Dat is natuurlijk niet mijn doel om dat hele rek vol te gooien. Maar wel om gewoon hier spullen te hebben dat als ik wat wil maken, dat ik gewoon dat kan gaan maken. Dus dat is ook de reden dat ik deze kast heb. Ook hier, het is niet mijn bedoeling om zoveel mogelijk meuk te hebben. Maar het is de bedoeling dat, ja, dat als ik wat wil maken, dat ik gewoon niks hoef te kopen eigenlijk uiteindelijk. En ik gewoon gelijk aan de slag kan. Natuurlijk zou je altijd dingen moeten kopen, maar gewoon even snel wat prototypen. En van een motortje nodig, stappen, solenoid, wat dan ook. Dat je gewoon even kan proberen. Dat is echt heel veel waard. En ik heb net deze getest. Deze voor de Rapid Fire van de Nerf Gun. Ik krijg vanavond, nadat de video geüpload is, krijg ik het plaatwerk binnen voor deze. Dus daar kan ik van het weekend mee verder. Maar ik heb net een testje gedaan met de Rapid Fire. En dat gaat zo goed worden. Zo goed dat ik het je nog niet ga laten zien. Want ja, je zal toch echt tot de video moeten wachten. Maar het gaat hard. En ik was jullie nog wat te goed. Want ik zou gaan vertellen over de 100 dagen en 9 uur. Ik ga namelijk opdrachten doen.
althans opdrachten. Ik ga klussen doen voor andere mensen die wat gemaakt willen hebben. En dat heb ik al eens een keer eerder genoemd. Niet gewoon een standaard machine, dat niet. Maar juist vooral de wat gekkere dingen. Dus ja, wil jij een Oreo dispenser gemaakt hebben? Of wil jij iets dat is nu even niet aan de orde. Maar om op een beurs bijvoorbeeld de aandacht te trekken, een groot mechanisme wat iets doet. Of voor een tv-productie. Laat het me weten. Of een escape room. Ook een hele leuke. Het past ook perfect bij wat ik doe natuurlijk. Laat het me weten. En dan gaan we er samen iets heel tofs van maken. Dus in de beschrijving staat een link naar mijn website. Daar kan je er nog wat meer info over vinden. Maar ja, in het kort is het. Wil jij iets niet standaards? Dan kan ik dat voor je maken. Dat is het eigenlijk. Ik ga toch vast even laten zien hoe dat schieten gaat. Maar niet met kogels, gewoon alleen het mechanisme. Gewoon dat je weet wat je een klein beetje kan verwachten. Op deze manier. Ja. Het opruimen, dat bevalt me wel. Dus ik ga nu aan deze kant ook maar gewoon wat maken. Ik heb alles wat ik gedaan moest hebben voor vandaag heb ik af. Ik moet straks veel nog aan de hoevenkracht wat dingetjes doen straks. Maar dat gaat nog wel lukken. Ik ga hier en hier een plank ophangen. Dan op die onderste plank gaan deze komen. Dan wil ik er eigenlijk nog twee van bij hebben. En op die bovenste plank, daar gaan de grote Samla bakken komen. Waar projecten die in progress zijn of andere dingen opgeslagen kunnen worden. Even goed, meer ruimte, want dit is toch wel echt niet, zeg maar. Wat een bende. Dus, en die onderste, dat is ook nog wel een idee wat ik heb. En die onderste ga ik dan ook nog toolhouders hangen. Leek me handig. Dus helemaal vandaag aan het einde van de dag krijg ik de delen die ik nodig heb om met de Nerf Gun verder te gaan. En ook voor het framen van de hoefkraft. Dus ik kan nu eigenlijk, ik kan ze wel doen, maar niet aan deze twee projecten. Die liggen een beetje daarop vast. Dus ideaal moment om de werkplaats even een beetje op te knappen. Even kijken. Zo. Maar dat geschuif met die hoevenkracht steeds. En wat dus wel cool is, ik ga, zeker, een grotere CNC-frees krijgen van Stepcraft. Super vet. Het is net rond, volgens mij een dag of 50 zou ik hem moeten hebben. En die moet natuurlijk wel ergens komen. En ik ben er nog niet helemaal uit waar. Ik zit te denken misschien of daarvoor. De studio is ook nog een optie, maar die wil ik eigenlijk schoonhouden. Dus het zal waarschijnlijk hier komen. Of op de plek waar de draaibank nu staat en dat de draaibank gaat verhuizen. Is ook zeker nog een optie. Dus ik ben nog een beetje aan het zoeken. Maar het zou er natuurlijk wel heel lekker zijn als de hoevenkracht dan in ieder geval af is. 50 dagen. Moet lukken toch? Best wel gaaf, hè? Ik heb die nog niet vastgezet. Die hangen alleen een beetje los. Nu kan waterpas erop, kan ik die vastzetten zodat ze precies goed zitten. En ik heb dus die daar is wat langer. Want daar komen die bakken op, die zijn diep. Maar hier wilde ik dat niet, daar komen deze bakken op. Die zijn minder diep.
Dus die heb ik wat verder naar achter, zodat je wel gewoon zoveel mogelijk open ruimte houdt. Dit en dit ook zijn twee hele fijne aanpassingen die ik vandaag gedaan heb. Het rek natuurlijk, ja, dat spreekt voor zich. Maar ook dit is nu nog leeg. Maar daarboven komen dus die sammelenbakken, had ik al verteld. Hieronder moeten nog meer van die komen voor alle boutjes, moeren, schroeven. Die dus niet in de werkbank zitten. Maar gewoon M3, M4 boutjes en 5, 6. En dan gewoon zinkplated en RVS moet hier gaan komen. En ja, er komt vast nog wel meer andere troep ook bij. Maar het ruimt zo lekker op. Dus dat is heel fijn. En ik denk dat het voor het geluid ook nog wel eens beter kan zijn. Maar dat is bijzaak. Ik wil dit heel graag gaan inrichten, maar de dag is bijna voorbij en ik moet nog aan de hoevenkracht. Ik heb nog een uur. Ik moet nog gaan lamineren. Allemaal dit soort kleine dingen. Hier moet nog wat omheen. Die hoek moet nog gebeuren. Er zijn eigenlijk nog een paar puntjes, maar waar nog iets mee moet gebeuren. En dan kan ik hem helemaal gaan schuren en afwerken. Maar dan moet er natuurlijk wel daar glasvezel zitten. Dus ik ga snel mijn witte pak aantrekken. Tot de volgende.